Dinsdag bij de NOS op Nederland 2. Frits Spits drinkt nu nog koffie, maar is er dinsdag zeker om 8 uur. Van harte beterschap. Een 10-delige NOS-serie over onze gezondheid. De meeste van ons zijn verzekerd. Maar er zijn er toch altijd zo'n 100.000 die dat niet zijn. Dinsdag, 1 december daarom, veel cijfers in Van harte beterschap. Bedragen besteed aan onze gezondheid. Dure apparatuur, zoals deze NMR, waarin het lichaam optisch onderzocht kan worden. Kosten zo'n 2 miljoen gulden. Bezuinigingen, ombuigingen en efficiëntie in de gezondheidszorg. Er zullen een aantal maatregelen moeten komen. Meningen uit de verzekeringswereld en van patiënten. Ja. Onze gezondheidszorg in guldens. Van harte beterschap, dinsdag 1 december bij de NOS. Om 9 uur panoramiek met aandacht voor de eurotop in Kopenhagen. Opnieuw is de landbouw in opspraak. Hoe kunnen we dat landbouwbeleid in haar kern handhaven en haar gelijkertijd verbeteren? En hoe kun je daarmee gelijkertijd rekening houden met de ontwikkelingslanden en anderen? De hele discussie in Kopenhagen wordt gedomineerd door de vraag: slagen we erin om die hervorming van het landbouwbeleid nu werkelijk handen en voeten te geven? Om 9:30 het eerste deel van de Chinezen in Nederland. In deze 3-delige serie wordt nagegaan hoe de Chinezen in Nederland zijn terechtgekomen. En hier nog even het totaaloverzicht om 8 uur nieuwspits, om 9:10 van harte beterschap. 9 uur panoramiek, om 9:30 deel 1 van de Chinezen in Nederland. Dan het 10:30 journaal, gevolgd door Den Haag Vandaag. Na het nieuws voor doven een uitzending van Teliak en om 11:50 Studio Sport met een verslag van de wereldkampioenschappen schaken in Sevilla. En tot zover deze middaguitzending van de NOS. We zijn er weer straks om 6:55 met het nieuws voor doven en slechthorenden. Gevolgd door een 30 minuten televisie voor de kleinste. En dat is Seesomstraat en Nisse en de Vliegende Kluizenaar. Dan om 7:00 de gebruikelijke uitzending van Studio Sport met de lottotrekking. Dus wat de NOS betreft graag tot straks. Dames en heren, goedemiddag.